Daarmee wil ik graag het startsein geven voor de tweede digitale reanimatie-estafette in Maastricht. Het is voor ons heel belangrijk omdat juist jonge leerlingen leren heel makkelijk vaardigheden aan. En die vaardigheden die je jong hebt geleerd, die neem je je hele leven mee. En daarom vinden we het zo belangrijk dat er aandacht aan wordt besteed. Eigenlijk op middelbare scholen. En dan is het helemaal mooi in de opmaat naar het komend schooljaar, als wij de grote estafette hier hebben, om nu al een kleine start te maken. Dus dat vind ik superleuk. Vital is cardioloog en die verzorgt de workshop ECG. Wat heb jij hier de studenten probeert bij te brengen? Ja, dankjewel Jacques. Kleine correctie, ik ben cardioloog in opleiding. Wat ik hier heb uitgelegd is met name kort hoe een hart werkt. En daarna hebben we ook hartfilmpjes gemaakt. Wat heb je geleerd? Heb je iets geleerd? Of heb je bijvoorbeeld een indruk gekregen dat het heel anders is dan wat je eigenlijk zou verwachten? Nou ja, uit het boek hebben we gewoon zeg maar basis geleerd wat het inhoudt. Maar als je het zo ziet, dan denk je ook van oh ja, als je het zo omplakt, dan werkt het zo. Precies. Ja, ik heb hier wel met slimme leerlingen te maken. Kunnen ze ook cardioloog worden? Dus ja, ik vond het wel heel interessant. Ik ben erg enthousiast. De leerlingen letten goed op en weten ook heel goed logisch na te denken. En ik zie hier allemaal cardiologen in de dop. Ik ben cardioloog en een cardioloog behandelt hartziekten. Maar er is één hartziekte die ik niet kan behandelen. En dat is een hartstilstand die buiten het ziekenhuis gebeurt. Hier bijvoorbeeld in school of op straat, in een winkel of thuis. Het kan ook thuis gebeuren. Dat moet behandeld worden door degene die het ziet gebeuren. Hoe gaat het hier? Ja? Hebben jullie al een les gehad? Ja? En kunnen jullie... Kan jij uitleggen wat jullie aan het doen zijn? Ja, we zijn de pop aan het reanimeren. Ja? En dat doen jullie één voor één? Ja. Één iemand doet constant beademen. En drie mensen wisselen af met de compressies. Ja, want als je dat de hele tijd zou moeten doen, krijg je dat, dan hou je dat niet vol alleen, hè? Nee, dat is heel lastig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, heel veel succes vandaag. Ja? Hey, kun jij misschien uitleggen, wat was je net aan het vertellen? Ja, ik was net aan het vertellen hoe je de chin lift doet. En dat kan je ook bij jezelf voelen. Dit harde stukje hier, dat is uiteindelijk waar je tegenaan duwt. Om ervoor te zorgen dat het hoofd naar achteren kant het kan worden. En de lucht, de ademweg dan ook vrij is om de lucht naar binnen te blazen. Okay, waarom is dat zo belangrijk? Het is belangrijk, want als je dat niet doet, hè, dus je kant het hoofd niet goed naar achter, dan zit de tong nog steeds in de ademweg, waardoor het lucht niet goed naar binnen kan gaan. Dus vandaar dat we ze even corrigeren wel. Maar je doet het hartstikke goed hoor. Naam? Ik ben Sofon. Ja, hartstikke mooi dat je dat doet. Hoe komt het dat jij zeg maar hier als instructeur aanwezig bent? Nou, ik heb eigenlijk al sinds vorig jaar interesse in reanimeren. Ik heb het zelf al een keer meegemaakt, jaren terug. En toen ik te horen kreeg over Taskforce QRS, werd ik meteen geïnteresseerd en wilde ik echt instructeur worden. En dat ben ik al een jaar bijna. Ja. Want jij bent student aan de Universiteit Maastricht. Geneeskunde student inderdaad. Nou, dat is hartstikke mooi dat je dit natuurlijk wil doen, want die training is natuurlijk hartstikke belangrijk. En wie beter dan studenten geneeskunde kunnen dit overbrengen. Hoe vaak doen jullie dit nu? Lesgeven, dat hangt een beetje af, maar dat doen wij gemiddeld wel een aantal keer in de week. Ja, de ene maand is het uiteraard wel wat drukker dan de andere maand, maar gemiddeld genomen hebben we genoeg scholen iedere maand om les te geven. Dus ja. Op deze wijze maken jullie Limburg echt een stukje hartveilig. Ja, precies. Wij zetten ons echt in voor de hartveiligheid door heel Limburg. En dat doen we samen met geneeskundestudenten, maar ook gezondheidswetenschappen, biomedisch. Allerlei studenten met allerlei achtergronden eigenlijk. Ja. Ja, super fijn. Dankjewel, Savan. En blijf keep up the good work, zou ik zeggen. Succes.
27, 28, 29, 30. En nu weer de beademingen. Twee vingers onder het harde stukje van de kin. Platte hand op het voorhoofd, het hoofd naar achteren kantelen en neus dichtknijpen. En dan geef je twee beademingen. Alleen de beweging. 1, 2. We komen heel even kijken hier bij de estafette die nu live aan de gang is. Rini, met bestuurslid en ook aan het druk aan de gang met de reanimatie estafette. Ja, ze doen het goed. Ze doen het heel goed, ja. Ja, deze hebben nog geen training gehad, maar met een beetje hulp komt het echt goed. Ja, ik zie het. Die diepte die ziet er wel goed uit, hè? Ja. En niet helemaal zo diep, want je gaat net iets te diep. Ja, was dat 30? Mag jij twee beademingen geven? Kijk, live instructie erbij. Ja, dat is echt multitasken zo, hè? Ja. Daar gaan we weer. En hard op tellen, hè? Bij de team. Moet je met je handen. Kom, ietsjes lager. Ja. 9, 10. Hou die diepte vast, hè? Hou die diepte vast. Goed zo. Dankjewel, Rini. Ja. Ga zo door. Wij gaan weer verder. En jij? Ja, ik moet zeggen, ik vond het wel spannend. Want ik bedoel, het is niet niks. En je komt gewoon veel meer informatie te weten wat je eerst gewoon niet wist. En het is ook best vermoeiend, maar ik vind het heel belangrijk dat iedereen dit kan. En gewoon dat je de mogelijkheid hebt om iemands leven te redden, is gewoon heel speciaal eigenlijk. Super bedankt en keep up the good work. Hier zien we een simulatie waarbij een slachtoffer op de grond ligt en twee leerlingen van het Bernhard Lievegoed College zeg maar de reanimatie gaan opstarten. Ze hebben inmiddels gebeld naar 112 voor een ambulance en ze hebben instructies gegeven om een AED te gaan halen. Theo, kun jij vertellen hoe heel kort hoe dat oproepnetwerk functioneert? Nou, eigenlijk hoe het functioneert is gewoon dat we, als er een melding is van een reanimatie bij de meldkamer ambulancezorg, dan wordt samen met de ambulances worden ook de burgerhulpverleners. En wij zoeken in een cirkel van 2 kilometer. Kijk, als het stedelijk gebied zal die cirkel kleiner zijn, maar maximaal 2 kilometer zoeken we 100 hulpverleners die zich aangemeld hebben. En we hopen dat er 5 mensen zich daarvoor aanmelden tot ze gaan. En dat is eigenlijk ons doel. Plus, we hopen dat er ook 2 of 3 AED's mee gaan. Nou, Patricia, en dan nog even naar volgend jaar, de doorkijk. We gaan die even goed plannen. Dan is dit de opmaat geweest waar een paar kinderziektes erbij aanzaten. Maar dat heeft de pret niet mogen drukken, denk ik. En we gaan ons opmaken voor een mooie, grote, fysieke training, reanimatie-estafette. En dan zorgen we ervoor dat weer een groep studenten extra kunnen reanimeren. Waardoor we met z'n allen weer, zoals ik al zei, Limburg weer wat hard zijn.